Jutta Leerdam en Jake Paul hebben inmiddels al 9 maanden een relatie. En Jutta kreeg hierdoor aandacht van over de hele wereld. Maar hoe heeft deze relatie Jutta's leven veranderd? In de wereld van topsport is er geen ruimte voor half werk. En dat weet Jutta als geen ander. Zo vertelt Jutta, alles wat ik doe is voor mijn sport. En dat neemt ze serieus. Zo had ze slechts 12 dagen vrij in de zomer en een super strak schema dat haar tot ver na het seizoen bezighoudt. Of Jutta afwijkt van haar schema door Jake? Absoluut niet. Zelfs als ze tijd doorbrengt met haar vriend, mist ze geen enkele training. Door haar relatie met Jake is Jutta nog meer in de schijnwerpers komen te staan. Hoewel Jutta zelf meer dan 3 miljoen volgers heeft op Instagram, wat al bizar veel is, heeft Jake er maar liefst meer dan 25 miljoen. Door deze enorme populariteit is de media-aandacht die Jutta krijgt sinds de relatie met Jake nog alleen maar toegenomen. Jutta vertelt in een interview bij RTL Boulevard dat een privérelatie gewoonweg simpelweg niet mogelijk is. En dat de twee de keuze nooit zelf hebben kunnen maken. Daarnaast zegt ze dat de vele media-aandacht soms ook de nodige uitdagingen met zich meebrengt. En dat het niet altijd even makkelijk is als dat de buitenwereld denkt. Ondanks hun drukke leven staat Jake altijd klaar om Jutta te supporten. Hij begrijpt hoe belangrijk haar carrière voor haar is. Maar dit betekent ook dat ze niet altijd samen kunnen zijn. Of Jutta nu in Nederland is of Jake in Amerika, hun relatie blijft sterk en ze zullen elkaar altijd blijven supporten, ook op afstand. En of haar relatie met Jake invloed heeft gehad op haar prestaties op het ijs? Absoluut niet. Ondanks dat Jutta af en toe meer druk voelt door de aandacht die op haar gericht is, is ze zelfs nog beter gaan schaatsen. Met Jake aan haar zijde heeft ze meerdere gouden medailles gewonnen en ze is Europees kampioen geworden. Ook vertelt Jutta in een interview bij de Telegraaf dat ze heel nuchter is en soms best veel last kan hebben van stress. Volgens haar is Jake wat spiritueler en mediteert hij regelmatig met haar om tot rust te komen. Maar hoe ziet het leven van deze twee wereldsterren buiten hun topsport eruit? Jake is erg betrokken bij de familie van Jutta. Zo vierde hij samen met Jutta kerst in Friesland, bij Jutta thuis. Jake besloot de gehele familie van Jutta zelfs te verrassen met enorm dure cadeaus. Hij pakte het groot aan en kocht voor elk familielid een paar Louboutins van meer dan 600 euro per stuk. Naast dat hij zijn schoonfamilie flink verwende, kocht Jake ook nog een cadeau voor zichzelf. Een Ferrari SF90 Spider van meer dan 500.000 euro. Als dat nog niet genoeg was, kocht hij hiervoor ook nog een nieuwe villa van meer dan 16 miljoen dollar in Puerto Rico. Jake en Jutta komen uit twee hele verschillende werelden. Jake die de Amerikaanse droom leidt, met dure auto's, een mega mansion en aandacht van over de hele wereld. En Jutta die als basis nog steeds het nuchtere Nederland heeft en volledig focust op haar sportcarrière. Toch lijkt het erop dat hun relatie enorm goed werkt. Jutta belandde in de Amerikaanse droom van haar vriend, maar lijkt met beide benen op de grond te blijven staan. Het verliefde stijl ziet er ook erg gelukkig uit. Wij wensen ze nog erg veel geluk en succes in de toekomst, zowel met hun relatie als hun topsportcarrière. Vond je deze video nou interessant? Vergeet ons dan niet even te volgen.